take 3 en actie. Ja, laatst heb ik wel een hele bijzondere blijk van waardering gekregen. Ik kwam namelijk ons kantoor van Agathos binnen en daar lag een geboortekaartje. Tussen de namen van het kindje wat geboren was, zag ik onder andere mijn eigen naam staan, Tanja. Huh? Dacht ik. Dus gelijk ging ik op kraamvisite en ik kwam aan bij moeder en moeder vertelde, ja, wij hebben ons nieuwe kindje naar jou willen vernoemen. Ik zei, hoe dat zo? Ja, weet je nog, van 9 jaar geleden dat jij bij ons betrokken was en dat jij ons geholpen hebt op het moment dat ze ons kindje wilden afpakken nadat wij naar het ziekenhuis gegaan waren om ons kindje na te laten kijken. In één keer wist ik dat verhaal inderdaad, dat ze het kindje wilde laten bekijken bij de EHBO om te zien of er echt niks aan de hand was. Ja, Tanja, vertelde ze, en toen heb jij voor ons gevochten bij het AMK dat we het kindje wel mochten houden. Ook dat wist ik natuurlijk nog heel goed. En we noemden je een pitbull op hakken. Ook dat wist ik nog heel goed. Ja, zei moeder. En nu 9 jaar later hebben we dus weer een kindje gekregen. En we wilden heel graag dit kindje ook onder andere aan jou vernoemen. We hebben nu voor dit kindje hebben we jouw collega's van Agathos. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En er is een voogd bij betrokken waar we een goede klik mee hebben. Maar toen was jij de enige en jij hebt voor ons gevochten en daarom wilden we dat in de naam van ons kindje ook tot de uiting brengen. Nou, dat vond ik wel echt een hele bijzondere blijk van waardering.